Hallo, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een leuke verpakking maken om een handcrèmepje. Dus die leuke kleine tubetjes die je overal kunt krijgen, daar maken we een leuke verpakking omheen. Wat heb ik daarbij gebruikt? Deze keer heb ik gebruik gemaakt van de Punch Party. Dat is dus een celebration artikel die je dus gratis kunt verdienen. En dat is de Punch Party en daar hoort bij deze leuke pons. Echt een leuke combinatie samen. Dus dat is wat ik ga gebruiken. Nou, ik vond zelf heel mooi bij deze handcrèmepjes het papier. Moet ik even spieken hoe het ook alweer is heten. Het Fine Art Floral Designer Series Paper. En daar zitten allemaal van die mooie bloemen in. En die zijn dus heel bruikbaar. Voor allerlei leuke verpakkingen. En ook weer dubbelzijdig. Dus dat is wat ik voor vandaag gebruikt heb. Nou, zoals jullie weten zijn er verschillende verpakkingen in de winkels te koop. En wat van belang is dat jullie dit eventjes opmeten. Want zo breed snijden we het Designer Series Paper. En deze is dus... zo'n kleine 4,5 centimeter breed en ik heb 4,5 centimeter gebruikt. He, maar er zijn vele andere leuke handcrèmepjes van verschillende merken te koop. Dus altijd een leuk cadeauartikel. Dus we gaan een stukje Designer Series Paper snijden van dat mooie bloemenpapier. En ik begin gewoon heel simpel met eventjes te kijken hoe groot dit cirkeltje is. En dan heb ik even een paar ponsjes hier. Dan moet ik even kijken welke het kleinste is. Ik denk dat ik 1 inch ga pakken. Nou, ja, dat gaat passen. En dan neem je dus gewoon die lange strook. En je gaat helemaal tot het uiteinde. Je zorgt dat wel een beetje gecentreerd in de strook zit. Nou, dan neem je je verpakking. Nou, kijk, dat is perfect. En dan wat ik doe is eventjes kijken hoeveel ik hier overhoud. Natuurlijk kun je dit opmeten, maar ik ben nogal van de snel klaar, omdat ik vaak veel cadeautjes nodig heb. Dus dit gebruiken we zometeen als plakstrook. We nemen onze handcrème, die doe je erin. Afhankelijk van de lengte vouw je je strook Designer Series Paper eromheen. Dus op deze manier heb je een lange tubetje wat ik jullie bijvoorbeeld net liet zien. He, dan komt hij dus gewoon iets verder naar beneden. Op die manier kun je hem altijd aanpassen aan elk handcrèmepje wat je hebt. Nou, kijk, ik vind dit een mooie lengte. Ik vouw hem hier gewoon iets dubbel. Ik doe hier achter een klein beetje lijm. Je zou hier eventueel een glue dotje nog kunnen doen, zodat het tubetje goed op zijn plek blijft zitten. En ik plak dit tegen de achterkant van het strookje aan. We laten dit even drogen. En dan ga ik eventjes kijken. Even kijken of die recht zit. Zo, nu zit die recht. Hij zat net niet helemaal recht. Wat ik graag wil. Nou, en dus vind ik dit persoonlijk vrij lang. Dus ik ga hier gewoon even een klein stukje afknippen. En dan hebben we van die leuke tagtoppen ponsen. Deze keer ga ik deze gebruiken. Daar stop ik het uiteinde in. Even goed aan de achterkant kijken. Dat hij in het midden zit. Nou, zo te zien zit hij nu aardig in het midden. Dit kunnen we dan mooi gelijk als sluiting gebruiken. En dan komt hij op deze manier eromheen. Nou, wat je ook nog nodig hebt is gewoon een leuk bijpassend lintje. Wat ik wel gedaan heb is even hier een stukje tape. Zodat het lintje beter blijft zitten. En dan zie ik dat ik hier alleen nog een wat breder tapeje heb. Dus ik haal even het tapeje. Zo, door, of ik doe het even door midden. Nou, dit is genoeg. Hè, dat is dus ervoor te zorgen...
om ervoor te zorgen dat je lintje dus niet elke keer alle kanten opglijdt en een beetje netjes blijft zitten. Je ziet dat dit hele snelle cadeautjes zijn. Ideaal als je er veel moet maken of als je haast hebt. En wat je doet, is je haalt hem hier doorheen. Kijk, zie je op deze manier, dan blijft dit hier mooi omheen zitten. En dan sluit je je verpakking. Gewoon met een strikje. Ik vind het altijd makkelijk om even toch een knoopje in te doen. En dan is het gewoon, ja, gaat gewoon net even wat makkelijker. Nou, het overtollige lint knippen we eraf. En dan is de basis eigenlijk alweer bijna klaar. Ik had een leuke tekst gebruikt uit de set Punch Party. En ik had gebruikt For You. En er zitten sowieso hele leuke stempels in. Die heel leuk. Die gewoon bruikbaar zijn. En ik pakte daar zo For You. En ik ga eerst even op deze kant zo. Met de Poppy Parade een ovaaltje stempelen. En dan had ik die dag ik hier klaargelegd. Nou, ik heb Real Red, maar het zal ook kunnen, denk ik. We nemen een restje wit cardstock. En als we willen, kunnen we daar gelijk zometeen al de tekst For You instempelen. Dat doe ik gewoon met zwart. Dan pak ik die handige pons erbij. Het is een dubbele pons, dus ja, ik vind dan gewoon zo'n strookje net even iets makkelijker. Want anders krijg je dus de andere. Oh. Het andere ponsje ook. Dat is de tekst die we gaan gebruiken. Hieronder had ik een stukje Poppy Parade zitten. En daarvoor gebruikte ik deze. Nu heb ik hem wel in een donkere kleur gestempeld. Omdat, ja, dan komt hij gewoon beter tot zijn recht. En ik had de cherry koppelen gebruikt. Want ja, je kunt het wel zien, maar het is gewoon een beetje lastig. Dus ik gebruik een toch een wat donkere rode kleur. Zie, hij blijft lastig om te zien. Ja, dit is Poppy Parade. En dan ponsen we dit uit. Nou, een stukje foam tape erachter. Nou, zoals jullie zien heb je op deze manier echt een hele snelle, leuke cadeauverpakking. Die je dus voor elk handcrempje kunt gebruiken. Dus je meet even de breedte op van je tubetje. En dat is de strook die je snijdt. En je wikkelt het om je tubetje heen. En dan heb je al heel snel zo een passend cadeautje voor iemand. Nou, ik hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vonden.
Dankjewel voor het kijken. Wil je iets weten of wil je Stampin' Up! Producten bestellen? Dan kan dat. Stuur gewoon even een mailtje naar creationsbyjolan@gmail.com. En dankjewel weer voor het kijken. Tot het volgende filmpje.